Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga een hatha-les verzorgen. We starten met een korte meditatie. Dus kom zitten in een prettige houding, in een actieve houding. En plaats dan zo je handen op je schoot, je elleboog wat naar achter. En begin dan zo langzaam met jezelf opstapelen. Dus werveltje voor werveltje stapel jezelf wat op. Ontspan wat meer je schouders. Je kin ligt ingenomen. Je maakt van jezelf een hele lange lijn. Dus van jouw zitbotjes tot aan je kruin. En als je dan zo zit in een actieve houding, sluit dan nu de ogen of lok je ogen. Dus dan focus je op één punt, je drishti. En als je dan zo met gesloten ogen zit, met je ogen gelokt, kom dan eens aan op deze plek, op dit moment. Misschien heb je net wat moeten haasten, of juist helemaal niet. Maar focus eens op je ademhaling. Dus jouw natuurlijke ademhaling, zonder dat jij deze wil veranderen, alleen maar observeren. Is je ademhaling bij je keel, wat meer al richting buik, dus alles is oké. En je ademt in en uit via je neus. Je mond is gesloten. En als je opmerkt dat er gedachten in je opkomen, hè, dingen die je vandaag nog moet doen, of iets wat je hebt gedaan, keer dan op een vriendelijke, liefdevolle manier terug naar je ademhaling. Dus niet oordelen als je merkt dat er gedachten in je opkomen, want gedachten die komen de hele dag door. Kijk of het lukt om wat spanning die je misschien onbewust vasthoudt in je benen, bij je bekken, om dat wat meer los te laten. Dus jezelf er bewust van te zijn. En kijk dan of dat je wat zachtheid in je benen of je schouders kunt vinden. Adem dan nu nog één keer wat dieper in. Verleng jezelf en op een uitademing breng je je kin richting je borst. Schud dan een keer nee. En kijk of het lukt om je kin net wat verder richting borst te brengen. Adem in en breng dan nu je kin omhoog richting het plafond en verleng jezelf. Dus je borstbeen lift je wat, activeer je buikspieren lichtjes, ontspan wat meer je schouders. En kijk dan nu recht naar voren en volg dan met je neus de horizon. Dus kijk heel rustig over je linker en je rechter schouder. En neem de tijd. Laatste keer links en rechts.
En kijk dan zo weer heel rustig recht naar voren. Adem in. Breng dan nu je armen via de zijkant op. Kruis dan, strengel je vingers in elkaar en duw dan je handpalmen omhoog. Schouders zijn laag. Adem in, verleng jezelf. En adem uit, kom nu heel rustig naar rechts. Adem in, kom terug naar het midden. En adem uit, kom nu heel rustig naar links. Doe nog een keer aan beide kanten. Inademen, lang maken. Uitademen, rustig naar rechts. Laatste keer, adem in. En adem uit, kom naar links. Kom nu terug naar het midden. Laat dan de handen voor je. En kom dan via je knieën heel rustig op in een kruippositie, in een tafelpositie. Plaats je handen onder je schouders. Je vingers zijn gespreid. Je duimen ongeveer een vuist breedte. En je middelste vingers wijzen recht naar voren. En draai dan nu langzaam met je schouders een cirkel om je handen. Dus we gaan de polsen langzaam opwarmen. En draai dan langzaam de andere kant. Begin nu de andere zijde. En als het te belastend is, hou het gewicht dan wat meer richting je billen. En als je denkt, voel niets, dan breng het gewicht wat meer naar voren. Kom dan langzaam terug naar het midden. Krol je tenen op. Breng je billen richting hakken. Adem in door je neus en op een uitademing kom je langzaam omhoog. Hou de benen nog gebogen en de hond met het hoofd omlaag. Je duwt jezelf langzaam op. De benen nog gebogen. Duw jezelf met kracht weg van je mat met behulp van je handen. En vanuit hier maak je een loopbeweging. Dus je brengt om en om je linker en je rechter hak richting de mat. En je hoeft helemaal de mat niet te raken, hè? En kom dan nu een keer hoog op je tenen en langzaam breng je hakken richting mat. Doe het nog één keer. Kom hoog op je tenen, breng je hakken richting de mat en loop met je handen richting je voeten. En hier hou je vast. Misschien vind je het prettig om de benen nog te buigen. En pak dan zo achter je hakken vast je hielen. Breng je ellebogen ook wat meer naar elkaar toe. Plaats je buik op je bovenbenen en je kruin komt omlaag. Dus je kijkt voor je gevoel richting je buik. Adem in, probeer de benen wat te strekken. En op een uitademing laat je de billen zakken. Doe nog één keer. Adem in, probeer de benen wat te strekken. En adem uit, buik ze. Strek de benen, plaats je handen nu in je zij. Maak een tafeltje van je bovenlichaam. Adem in door je neus en op een uitademing kom je omhoog. Oké, schud dan even los. Schud los. We gaan naar één zonnegroet. Dus kom voor op je mat staan. En misschien vind je de zonnegroet helemaal niet zo heel prettig, hè? Als dat het geval is, plaats dan dadelijk je knieën meteen op de mat. Als je het te zwaar vindt. Plaats je voeten dicht bij elkaar, het liefst tegen elkaar aan. Lift je tenen van je mat, spreid ze, plaats ze terug. Activeer je benen, activeer je buik. Je schouderbladen wat naar achteren, je handen open je. Je kin ligt ingenomen en adem dan een keer rustig in en uit. Adem in, plaats je handen tegen elkaar via je hartcentrum. Verleng jezelf. En adem uit in een vooroverbuiging. Adem in, kijk over een drempel. Strek je rug op. En adem uit, plaats je handen naast je voeten. Stap weg in een hoge plank. Als je wil, knieën op de mat. Lage plank. Adem in, hond met hoofd omhoog. En adem uit, hond met hoofd omlaag. Oké, dus kijk naar je handen.
Je middelste vingers wijzen naar voren. Duw jezelf weg. Schouders leg. En focus jezelf op je ademhaling. Rustig in- en uitademen. Adem in, kijk richting je handen. Stap of spring naar voren. Strek je rug op en adem uit in een vooroverbuiging. Adem in, je armen komen via de zijkant op. Plaat je handen tegen elkaar. En adem uit, plaat je handen voor je borst. Schud als. Dus we hebben het lichaam opgewarmd. We gaan verder met een balanshouding. Dus kom of op je mat staan of naast je mat, hè, als dat meer grip geeft. En breng het gewicht dan nu naar je linkervoet. En je rechtervoet die zweeft zo wat een stukje zo boven je mat. Lift dan je knie op, zak wat meer door je linkerbeen. En pak dan met je linkerhand, kan ook met je rechterhand met beide, hè. Kijk even wat voor jou oké voelt. En plaats dan je hak in je lies. En kijk of het lukt om je knie wat meer omlaag te laten wijzen. En het kan zijn dat je het lastig vindt. Pak dan iets vast, hè. Dus het is oké als je dan even de muur vastpakt. Zak wat meer door je linkerbeen. Plaats je handen in je zij. Of als het lukt, plaats je handen voor je borst. En steeds wanneer je uitademt, kijk je, misschien kun je je been wat meer strekken. Of onderzoek of dat je je knie wat net wat meer omlaag kunt brengen. Focus op jouw toeristie. Focus op je ademhaling. Adem in, pak je voet vast. En op een uitademing laat je hem langzaam zakken. Schud even los. En voel dan zo het verschil tussen je linker en je rechterbeen. Oké, goed, we gaan verder. Breng het gewicht dan nu naar je rechtervoet. Je linkervoet die zweeft zo boven de mat. Lift je knie, zak wat meer door je rechterbeen. Pak met of alleen je linkerhand, of misschien vind je het fijn met beide handen, de vreef van je voet vast. Plaat je hak in je lies. Zak wat meer door je stambeen, door je rechterbeen. En voel misschien ook het verschil, hè? Dus merk op dat links anders voelt dan rechts. Misschien vind je het prettig om je handen in je zij te plaatsen. En anders plaats je ze voor je borst. Dus onderzoek of dat je wat spanning in je heupgebied los kunt maken. Door op een uitademing wat ontspanning te zoeken. Dieper in, kom langzaam op. Pak je vreef vast. Op een uitademing plaats je neer. Zo, schud even los. Kom dan een keer hoog op je tenen. En plaats langzaam je vreef of je voeten terug. Krol dan je tenen op. En wissel langzaam af. Oké, goed. We gaan terug naar een vooroverbuiging. Blijf de handen nog in de zij. Adem in. Maak jezelf wat langer. Stapel jezelf op. En op een uitademing kom je heel rustig met het bovenlichaam richting je bovenbenen. Misschien vind je het prettig om de benen licht te buigen. En laat dan nu langzaam de handen richting de mat zakken. En misschien kun je de mat wel aanraken of niet. Dat maakt helemaal niets uit. Dus voel de stretch in de achterkant bovenbenen. Je hoofd is ontspannen, schud een keer nee.
En vanuit hier plaats je je rechterbeen achter je. En je knie is boven je heel. En hier is je knie of je heup precies boven je bekken. Oké, goed. Kom nu heel rustig helemaal naar voren. En strek dan langzaam je been naar achter. Doen we nog een keer. Kom even helemaal naar voren. En langzaam naar achter. En plaats dan nu aan weerszijde van je linkervoet een hand. Krul je rechtervoet in de mat. En strek dan je been. We staan in een hoge lunge. Dus ook weer een balanshouding. Adem in door je neus. En op een uitademing laat je je handen tegen elkaar. Dus wees nu eens gefocust op het strekken van je rechterbeen. Dus voor je gevoel duw je je knieholte goed omhoog. Als het lukt, maken we ook een torsie, een draai erbij. En als je denkt, nee, ik vind het niet oké, plaats dan je knie op je mat. Adem in door je neus. Op een uitademing laat je je rechter elleboog op je linker buitenkant bovenbeen. En plaats je heel rustig je borst wat verder, die open je. Dus je handen probeer je voor je gevoel in het midden van je borst te plaatsen. En als het oké voelt, dan kijk je omhoog. En anders kijk je richting je voet. Nog één volledige ademhaling. Adem in, laat je handen terug naar de weerszijde van je voet. Laat je knie, je rechterknie op de mat. Wissel, plaats je linkerknie op de mat, rechtervoet naar voren. Je knie boven je heel, heupen boven je bekken. Aan weerszijde van je voet een hand, krul je tenen op en kom dan weer in die hoge lunge. Schouders laag en misschien vind je het fijner om zo de mat vast te houden, doe dat dan. En anders plaats je je handen in het midden van je borst. Dus ook nu gefocust op het strekken van je linkerbeen. Duw je knieholte omhoog. En als je wil, kun je mee in de draaiende torsie. Plaats dan nu je linker elleboog op je rechter bovenbeen. En draai dan heel rustig je bovenlichaam open. Dus je kunt als je wil omhoog kijken. Doet wel wat met je balans. Anders schuin voor je. Je kunt ook altijd naar je voet kijken. Steeds wanneer je uitademt, onderzoek je of dat je je draai iets intensiever kunt maken. Eén volledige ademhaling. Plaats dan weer aan weerszijde van je rechtervoet een hand. Plaats je knie op je mat. Je linkerknie, een wreef. Kom langzaam op en breng het gewicht nu heel rustig naar achter. En langzaam naar voren. Naar achter en langzaam naar voren. Vanuit hier plaats dan weer aan weerszijde de hand en voet. Krul je tenen op, breng je billen richting hakken. Loop nu langzaam omhoog en voel dan die stretch in je voeten. Laat dan nu de wreven terug op de mat. Vouw je vingers in elkaar. Strek dan in je armen. Trek je schouderbladen goed naar elkaar toe. En als het oké voelt, kijk je omhoog richting het plafond. Ontspan dan je armen en je vingers. Kruis je benen achter je. Vanuit hier rol je langzaam in een kleermaker zit. Oké, goed. Strek dan eerst even zo je benen uit. Maak zo je linker en je rechterbeen los van je mat. Benen actief door je tenen naar je toe te halen. Je rug strek je op. Kin is licht ingenomen. En nu plaats je je rechtervoet over je linkerbeen. En als het lukt, je linkerhak richting je rechterbeen.
Pak dan met je linkerarm je rechterknie vast en strek jezelf dan langzaam op. Dus als je denkt, dit vind ik net iets te zwaar, hou dan je linkerbeen gestrekt. Dus het is een optie door je linkerhak naar je rechterbeen te brengen. Hoeft niet. Oké, goed. Strek jezelf nu langzaam op en kijk of het lukt steeds wanneer je inademt met wat meer lengte te zoeken. Dus jezelf voor je gevoel net steeds wat meer op te tillen, te liften. En je kunt als je wil over je rechterschouder kijken. Nog één volledige ademhaling. Adem in, verleng jezelf wat. En op een uitademing kom je langzaam naar voren. Goed, strek dan je beide benen uit. Maak je billen zo links, rechts los. Laat je handen naast je schouders laag. Actieve houding. En plaats dan nu je linkervoet over je rechterbeen. En als optie kun je dus je rechtervoet richting je linkerbeen brengen. Pak dan met je rechterarm je linkerknie vast. En vanuit hier strek jezelf heel langzaam op. En het kan dus zijn dat je het verschil voelt, hè? Dat links net wat anders voelt dan rechts. Adem in, verleng jezelf. En op een uitademing kun je ervoor kiezen om over je schouder te kijken. Adem in, verleng jezelf en op een uitademing kom je in een kleermaker zitten. Oké, goed. Plaats dan nu je handen voor je en loop dan nu even helemaal naar voren, totdat je niet verder kunt. Vanuit hier loop dan langzaam naar rechts en plaats dan je linkerhand op je rechterhand. Adem dan dieper in door je neus en op een uitademing ontspan je. En als het lukt, plaats je je hoofd op je benen. En misschien kom je niet zo ver, dan hou je hier vast. Loop nu langzaam terug naar het midden. En vanuit het midden loop je langzaam door naar links. En plaats dan nu je rechterhand op je linkerhand en ontspan dan weer je bovenlichaam. Kom weer langzaam terug naar het midden. En vanuit hier loop je heel langzaam op. Goed, we gaan afsluiten. Plaats je handen tegen elkaar voor je borst. Breng je kin richting je hart, richting je borst voor innerlijke wijsheid. Sluit de ogen. En focus dan nog een keer op je ademhaling. En denk dan terug aan het begin van deze les. Toen ik je vroeg om je ademhaling te observeren. Is je ademhaling misschien wat lager dan in het begin? Misschien niet. En bedank jezelf dan voor deze practice. Namaste. Dankjewel.